De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden stelt per 1 augustus minimum eisen aan de informatieverplichting voor werkgevers. Hoe zit dat precies? Werkgevers waren al verplicht om informatie te verstrekken aan nieuwe werknemers. Bijvoorbeeld over het salaris, het aantal vakantiedagen en de kilometervergoeding. Meestal staat die informatie in de arbeidsovereenkomst en op de loonstrook. Sinds 1 augustus 2022 moet u over veel meer zaken informatie geven. En wat is er dan precies veranderd? De informatieplicht is uitgebreid en de termijn is verkort. U moet nieuw personeel nu ook informeren over zaken als verlofregelingen, normale werk- en rusttijden, het eventuele recht op scholing en procedures bij ontslag. En dat moet u doen binnen 1 week na de eerste werkdag. Alle andere informatie mag u nog steeds binnen 1 maand na de eerste werkdag verstrekken. Heb je nog een tip? Jazeker. Mijn tip is: deel de verplichte informatie vooral op tijd. Doet u dat niet of doet u het te laat, dan riskeert u dat u een schadevergoeding moet betalen. Zorg er dus voor dat u alle informatie vooraf verzamelt en opneemt in het model arbeidsovereenkomst of in het personeelshandboek. Wilt u nou meer weten over dit onderwerp of over andere arbeidsrechtelijke zaken? Wij hebben veel kennis in huis en we helpen u graag verder.